Hallo en welkom in mijn video van vandaag. In de video van vandaag, u ziet het goed, heb ik de nieuwe Volkswagen ID.3. Deze Volkswagen is de Max uitvoering. Het is een volledig elektrisch aangedreven auto met een actieradius van zo'n 400 kilometer. Nieuwe looks, nieuw uiterlijk, nieuwe opties. Deze is in de kleur Moonstone Grey. Deze heeft met matrix koplampen. Mooi gevormd. Kleine details in de voorbumper. Geeft de auto toch wel een stoer uiterlijk. Hier zitten hele grote lichtmetalen velgen onder. De lichtmetalen velgen zijn 20 inch. Ik weet niet of ik jullie dat kan laten zien. Daar is iets, R20. Maar een relatief smal bandje voor 215. De smalle band op deze auto is er eigenlijk voor om de actieradius te optimaliseren. Je hebt minder wrijving, dus je verbruikt minder stroom. We zien ook onderaan de koppel. Daar. Kunststofrand, wat de auto nog meer expressie geeft. Keyless entry. En dit is dan het interieur van de ID.3. Nou, het ziet er allemaal keurig uit. Welke mooie bekledingen. Mooie kleurstelling. De Max-uitvoering heeft ook nog een keer massagestand. En is volledig elektrisch te verstellen. Daarnaast is het ook nog een keer mogelijk om de zitting uit te schuiven of in te schuiven. Zeker voor de wat langere mensen onder ons. In de portier, het is nu wat lichter. Zo'n ambient verlichting. Instelbaar in 30 verschillende kleuren. De auto is leverbaar vanaf zo'n 34.000 euro tot 42. Tot deze uitvoering weer zelfs 50.000 euro kost. Dit jaar, 2020, het fiscale jaar, heeft de auto nog 8% bijtelling. Dus voor de zakenrijder een zeer interessante keuze. Ook de ruimte achterin. Je ziet dat die bank net even iets hoger staat. Waardoor het in- en uitstappen in deze auto eigenlijk heel makkelijk gaat. Ook het zit rondom. Het ziet er keurig uit. Nou, daar hebben we natuurlijk nog achterin de ID.3. We zien de knipperlichten. Die zijn 3D op de Max uitvoering. Mooi detail. De achterklep is in een high gloss finish. Nieuwe logo met de ID.3. Type aanduiding. Dit is dan de kofferruimte in de auto. Nou, ziet er eigenlijk wel goed uit. Veel ruimte. Het lijkt zelfs dat hij meer ruimte heeft dan de Golf. Nou, de achterklep is dan niet elektrisch. Die moet je wel even met de hand dichtgooien. Voor het design van deze auto zie je de grote achterspoiler. Ruim opgezet. Mooi detail. Mooie afwerking. Ja, ik vind die wielen toch wel echt top hoor. Ondanks natuurlijk dat er wat mensen zijn die er misschien anders over denken, vind ik ze echt bij deze auto passen. 20 inch en groot. Nou, dan ga ik even achterin zitten. Ik ben een lange jongen, ik ben 1,92 meter. En ik ga eens even kijken hoe de achterruimte is. Nou, als ik hier in de auto zit en ik kijk naar mijn knieën, dan heb ik echt voldoende ruimte om nog te zitten. Het interieur ziet er natuurlijk prachtig uit, met nieuwe items zoals het navigatiescherm, de armsteunen, verstelbaar en de USB aansluitingen voor het opladen van telefoon, iPad. De Max uitvoering herkent zich ook door het glazen dak. Ik zal er even tegen kloppen. Mooi item, komt veel licht binnen.
zeker eentje om te kiezen. Nou, de Moonstone Grey staat helemaal goed. Mooie kleur. De spiegelkappen die hebben een afwijkende kleur zoals je ziet. In het grijs. Die kleuren komen ook hier terug. En de hoogland zwarte zien we niet alleen op de kofferruimte, maar dat zien we ook op bij de motorkap. De A-stijl zoals ze dat noemen. Het dak. En niet te vergeten de 20 inch velgen in hoogglans. Nou, dan gaan we even in de auto zitten. Achter het stuurwiel. De bediening van de elektrische spiegels aan de ramen. Ook deze stoel, de bestuurdersstoel, is elektrisch verstelbaar met massagefunctie. Nou, ik ga even in de auto zitten. En dan kijken we even naar het dashboard. Ik trap eigenlijk de rem in. En op het moment dat ik de rem intrap, is dat eigenlijk al voldoende om de auto weg te kunnen rijden. De schakeling zit hier rechts naast het stuur. We zien de D-stand. Als we hem nog een keer naar voren doen, dan gaan we die naar de B-stand. Dit is de recuperatiestand. Dus op het moment dat je het gas loslaat, zul je merken dat de auto afremt en eigenlijk energie terugwint. Als we hem naar beneden doen, zetten we hem in de R van racen. Je hoort een piepje, want de camera wordt hier eigenlijk automatisch mee geactiveerd. Net zoals de parkeersensoren. Op het moment dat we gaan parkeren, zit hier aan de zijkant de P-knop. Op het moment dat ik die indruk, staat hij in zijn parkeerstand, kan ik mijn voet van de rem afhalen. Deze auto kan met je praten. Op het moment dat ik... Cool, hè? Nou, dit is dan ook gelijk het multifunctionele stuurwiel. De setting van de Adaptive Cruise Control. En andere hulpsystemen. Nieuwe Volkswagen logo. Hier zien we volume. View. Nou. Als ik dat indruk, dan zien we eigenlijk dat het kaartje hiervoor verandert. En dat je daar iets andere informatie kan zien. Als ik hem iets hoger hou, kun je via dat kunnen zien. Dan zit daar het head-up display. Dat betekent eigenlijk dat je snelheid wordt geprojecteerd tegen de voorruit. Nu zie je dat wat minder, maar zeker 's avonds als het buiten wat donkerder is, zie je dat natuurlijk perfect. Alles is ook touch knopjes. Dus het zijn geen drukknoppen meer. Je moet echt even je vinger erop leggen. En dan zie je eigenlijk dat het activeren is. We hebben verschillende standen, waaronder de Eco, de Comfort, de Sport. Maar je kunt hem ook individueel zetten. Dan wordt alles geel, zie je dat? Nou, kruisje. Kruisje, niet meer weergeven, homeknop. Nou, hier is het navigatiescherm. We kunnen natuurlijk met de stem kunnen het navigatieadres ingeven. Maar uiteraard is het ook mogelijk om dat gewoon met de hand te doen. De radio is hier te bedienen. We kunnen de telefoon koppelen en we kunnen naar de wagen. Nou, op het moment dat we de wagen selecteren, komen we eigenlijk uit bij de instellingen van de auto. Natuurlijk ook informatievoorziening. Zo kunnen we bijvoorbeeld hier wagen drukken en zeggen van joh, wat we eigenlijk willen. We willen bijvoorbeeld iets met de rijverlichting. Dan heb ik light assist, wanneer dat in moet schakelen, ja of nee, of je daar gebruik van wil maken. Ik ga een stapje terug en ik ga eens even omdraaien de auto. Dan zien we remmen, centrale deurvergrendeling, ruiten. En wat ik zelf een hele leuke vind is bij het interieur, dat je niet alleen het head-up display, de cockpit, maar ook de binnenverlichting kunt aanpassen naar helder of wat minder helder. En dan zie je ook dat het bord instellen. Very cool detail. Nou, het op display heeft ook instellingen, net zoals het ID light waar je de helderheid van kan instellen. En het dak, ja, instelling van het dak. Nou, daar gaat hij. Dan word je afgesloten. Nou, je bent vaak gewend natuurlijk dat het dak van achter naar voren open gaat en sluiten. Deze gaat dus echt van voor naar achter. Ik ga hem er eventjes open doen. Dat kun je overigens ook hier doen. Hier kun je het dak ook bedienen. Dus door te swipen op deze manier gaat hij ook dicht. Cool. Dan zien we hier ruitenwissers.
knipperlicht, links, rechts. We kunnen de airco bedienen vanaf de climate. Dan zeggen we bijvoorbeeld gewoon van joh, ik wil een beetje meer temperatuur. Ik doe de stoelverwarming aan, doe de stoelverwarming uit. Ik wil de temperaturen synchroniseren met elkaar, dus dat links en rechts allebei gaat. Nou ja, prachtig scherm, groot scherm, mooie beelden, mooie heldere kleuren. Het wordt een beetje warm aan mijn billen, dus ik zet even de stoelverwarming even uit. Helemaal top, yes. Nou, verder zien we dat we hier nog wat temperaturen kunnen aanpassen. Volumeknop zit hier. Nou, hier is het assistsysteem. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat hij ook detecteert als er een auto naast je rijdt of voor je rijdt. Hij gaat er automatisch afremmen. Hij heeft verkeersbordenherkenning. Dus hij zal ook altijd waarschuwen van let op, ik heb dat bord gezien, zo hard mag je hier. Fijne toevoeging hoor. Net zoals de lane assist en de side assist. Zijn dat wel systemen waar je in het begin enorm aan moet wennen. Maar je zult wel merken dat op een gegeven moment voor je gaat werken. En op een gegeven moment wil je niet meer zonder. Daar zit de side assist. Dat is het lampje wat dan aangaat. Dat is dat lampje daar. Die. Lane assist houdt natuurlijk de auto tussen de lijnen van het wegdek. Ja, voor de rest zien we weinig schermpjes in deze auto. Ik kan het dashboardje even openen. Daar zien we wel wat ruimte. Daar kunnen we nogal wat in meenemen. Maar dan hebben we hier nog een opbergzakje. We kunnen hier onze bekertjes in kwijt. Een telefoonhouder of kaartjes of boekjes. En dan hebben we nog een groot opbergvak hierin. Met mijn sleutels. En dan schuiven we hem er eventjes dicht. Gaan we even rondom. In de auto om de bekleding even mooi te laten zien. Ze noemen het Storm Grey. De Storm Grey bekleding is eigenlijk een standaard bekleding die in de Max te krijgen is. Voor de rest zijn er niet echt alternatieven. Wellicht dat er in de toekomst nog mogelijk is om leder achteraf in te bouwen. De auto heeft zo'n 200 pk. En is achterwiel aangedreven. Ja, al met al een coole auto. En u kunt hem dit jaar natuurlijk nog rijden. We staan nog wat op voorraad voor een gunstige bijtelling. Maar ik denk dat het voor de particulier ook wel een hele interessante zou kunnen zijn om zo'n auto te kopen. Nou, tot zover mijn video van vandaag. Mocht jullie de video leuk vinden, please thumbs up. Subscribe my page. Oftewel, abonneer je op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende keer met een nieuwe video. Tot de volgende keer.